Hoi allemaal! Vandaag heb ik weer een filmpje voor jullie. En er zijn echt heel erg veel vragen geweest van... joh, wanneer laat je weer eens een keer een mooie look zien? Nou, bij deze. Vandaag is er weer een look. Ik heb deze look heb ik gemaakt. En het leuke ervan is, ik heb alleen maar budgetproducten gebruikt. En ik wil jullie gewoon laten zien dat je met gewoon hele goedkope producten... kan je gewoon iets heel moois maken. En eigenlijk... alles wat ik heb gebruikt kost minder dan 5 euro. Mascara was het duurste, die was volgens mij 5 euro. En verder gebruik ik dit palet van Catrice. Dit is Never Let Me Go. Die heeft ook al een keer op de site gestaan. En deze die kost volgens mij 4,50. Ik gebruik een Catrice blush. Een Essence oogschaduw. Een Catrice lipgloss. Oogschaduwbasis van Catrice. En verder gebruik ik eigenlijk alleen maar budgetkwasten. En ik vind het heel erg leuk om Chanel producten te gebruiken en MAC producten. Maar uiteindelijk kan je gewoon met hele goedkope dingen iets moois maken. En dat is natuurlijk altijd leuk. Nou, ik hoop dat jullie wat aan dit filmpje hebben en kijk mee om te zien hoe je deze look maakt. Nou, als eerste ga ik beginnen met oogschaduwbasis. Dat gebruik ik echt altijd en dat zorgt gewoon voor dat je oogschaduw veel beter blijft zitten. En dat de kleuren mooier uitkomen. Ik gebruik er vandaag eentje van Catrice, de eyeshadow base. En die is gewoon verkrijgbaar bij alle filialen van Kruidvat waar ze Catrice hebben. En ik weet niet meer precies hoeveel hij kost. Ik dacht iets van 3 euro, 3,50 of zo. Maar het is een van de betere, goedkope oogschaduwbasissen die op dit moment verkrijgbaar zijn. En deze ga je gewoon even over je hele ooglid uitsmeren. Een beetje op het wenkbrauwbod. En dan kunnen we beginnen met de oogschaduw. Op het bewegende ooglid ga ik een van de Essence Color & Shine oogschaduws aanbrengen. Dat is een lichtroze kleur. Dat is zo'n gebakken oogschaduw. En deze heet Trip to Venus. En daarbij gebruik ik een HEMA oogschaduwkwast. En dit is ook het kwastje waar ik al eerder over verteld heb in een video. En deze koop je voor iets van 2,50. En het is echt een heel fijn kwastje. Pak er een beetje oogschaduw mee op. Let op overigens, want deze oogschaduws, omdat ze gebakken zijn, zijn ze vrij los. En daarom kan je ze het beste een beetje echt in de kwast werken. En daarna deppend aanbrengen op het ooglid. Ik doe hem echt alleen op een bewegende ooglid, dus niet op de arcadeboog. Zo. Overigens is deze oogschaduw alleen verkrijgbaar bij de filialen van Kruidvat, waar ze zo'n extra schap hebben. Dus waar ze ook de gel eyeliners hebben en de nail art producten. En een lijst met de filialen die dat hebben staat op mijn site. Dus dan weet je waar je ze kan vinden. Helaas maken ze geen deel meer uit van het gewone Essence assortiment. En dat is echt jammer. Want deze oogschaduwen zijn echt verbazingwekkend fijn. En ze kosten iets van 2,50 geloof ik. Ietsje duurder dan de gewone Essence oogschaduws. Maar ze zijn in kwaliteit echt veel beter. Nou, vervolgens pak ik een luchtige kwast. Dit is de HEMA Blending Brush. Die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. En dan pak ik een palet van Catrice. Deze is, dit is zo'n paletje met 4 kleuren en dit is Never Let Me Go. En ik ga nu deze kleur, dus een beetje een zachte taupe kleur, ga ik hier bij de arcadeboog aanbrengen. En doordat je hem met zo'n luchtige kwast aanbrengt, ja, werk je hem eigenlijk al meteen heel mooi uit. Zo, vervolgens pak ik een schone blending brush. Ook weer zo'nzelfde van HEMA. En dan pak ik dit kleurtje uit het palet. En dit is gewoon een hele licht glanzende highlighter. En vind ik altijd wel erg mooi staan onder het wenkbrauwbod. En die brengen we daaraan. Zo. Daarna pak ik de Smoky Eye Brush van Essence. En dan pakken we deze donkere kleur uit het palet. Een beetje gewoon, ja, vrij basic donkerbruin. En die gaan we echt in de arcadeboog doen.
En dit geeft gewoon echt een mooie intensiteit. Zo, daarna gaan we terug met de Essence Blending Brush. Of de HEMA Blending Brush. Even uitwerken. En dan zul je zien dat de kleuren mooi in elkaar over gaan lopen. Ik ga nog even terug met het roze. Zo, en die is ook naar mijn zin. Nou, vervolgens pak ik een oogpotlood van Catrice. Dit is de Cole Kyle in, even kijken hoe deze ook weer heet, Name It As You Like. En dit is gewoon een beetje, ja, het is een beetje metallic taupe kleurtje. Dus hij past ook echt heel erg goed bij dat palet wat ik net heb gebruikt. En dan gaan we gewoon langs de bovenste wimperrand een lijntje zetten. Zo, ik vind het zelf ook mooi om onder mijn ogen een lijntje te zetten, dus dat ga ik nu ook doen. Hoeft natuurlijk niet, het is net wat je zelf mooi vindt. Ik trek hem alleen niet helemaal door, ik doe hem ongeveer op 2/3. Als je hem helemaal door zou trekken, maakt het je ogen al vrij snel een beetje klein. En daar hou ik niet van. In principe kan je het oogpotlood nu gewoon laten, maar ik vind het zelf wel fijn om te fixeren met oogschaduw, want dan blijft het echt veel beter zitten. Echt, je merkt zo'n verschil wanneer je oogpotlood fixeert met oogschaduw. Echt, als je last hebt van oogpotlood wat heel snel uitloopt, doe er oogschaduw overheen. Echt, je zal het verschil merken. Nou, omdat deze kleur uit het palet ongeveer hetzelfde is als die van het potlood, ga ik hem gebruiken. En deze breng ik aan met de Essence Eyeliner, Gel Eyeliner Brush is het volgens mij. En ook deze wordt alleen maar verkocht bij de filialen waar ze dus ook de gel eyeliners, de nail art, dat soort dingen hebben. Hij ligt bij de gel eyeliners. Volgens mij kost hij 1,29. Hij is echt heel erg goedkoop. Nou, met dat kwastje ga je dus even over die dat oogpotlood heen. Het geeft ook altijd wel een beetje een mooi smoky effect als je er dan nog met de oogschaduw overheen gaat. Het hoeft niet altijd heel netjes te zijn. Zeker niet. Zeker oogpotlood niet. Zo, nou als dat klaar is, dan is het tijd voor mascara. Ik krul altijd eerst mijn wimpers. Vind ik toch wel erg mooi werken. Ik vind dat als je je wimpers gekruld hebt, dat mascara aanbrengen echt veel beter gaat. Ik weet niet wat dat is. Maar goed. Ook weer een product van Catrice. Dat is deze. En dit is de Lash Plus mascara. En dit is die mascara waarvan Catrice beweert dat je wimpers zouden gaan groeien. En ik heb het samen met het serum, heb ik het op een gegeven moment toen iets van een maand gebruikt. En ik zag echt verschil. Mijn wimpers waren wat voller en ietsje sterker vooral. En dat vond ik wel heel erg fijn. En ook ietsje langer. Dus ja, het werkt toch wel. En ik denk dat het ook wel zo is dat deze mascara's heel erg mild voor je wimpers zijn. En daardoor vallen je wimpers gewoon minder snel uit. Dat zal ook wel het grote verschil zijn. Maar ja, ik ben er wel happy mee. En deze kost volgens mij ongeveer iets van 5 euro. Overigens is het met deze mascara wel zo dat één laagje geeft echt, nou ja, je ziet het al, gewoon een heel, heel natuurlijk effect nog. En wil je dus ja, wat meer drama, waar ik altijd wel van hou, heb je toch wel even wat meer laagjes nodig. Nou, dat waren de ogen. En dan is het nu tijd voor blush en lipgloss. Nou, de blush die ik bij deze look ga gebruiken is ook van Catrice. En dat is deze in de kleur Chocolate Cream. En ik breng hem aan met een Essence Blush Brush.
Wat overigens wel leuk is aan de nieuwe blushes van Catrice, is deze kleur is eigenlijk zo goed als mat en vrij donker. En heb je hier nog een lichte kleurtje zitten en die kan je hier dan zo nog gebruiken als highlighter. En dat ga ik ook zo doen. Even afvegen op terug van mijn hand. En dan pak ik even de andere kant van de kwast. En zo. En doe ik een heel klein beetje van de lichte op. En dan doen we die nog hier. Zo, dat was de blush. En als laatste natuurlijk lipgloss. Ik hou van, bij deze look hou ik altijd wel van een lichtroze lipgloss. En ik heb bijvoorbeeld eentje van Bourjois die ik vaak gebruik. En Revlon heeft ook een hele mooie, een beetje nude lipgloss. Maar ja, dat dit natuurlijk een echte budget look is, vond ik dat ik ook wel een Catrice of een Essence lipgloss moest gebruiken. Dus het is er nog eentje van Catrice geworden. En dit is de Lip Appeal Moisture Shine Smoothing Lipgloss. En dit is hem in de kleur 020 First Kiss. Dus gewoon een lief zacht roze kleurtje. Heeft trouwens echt een gigantische applicator, moet je zien. Erg groot, maar goed, maakt niet uit. Nou, dat was de lipgloss en dat maakt deze look af. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Nou, zoals je ziet kan je ook gewoon met vrij goedkope producten kan je gewoon een hele mooie look maken. Ik bedoel, het duurste wat ik vandaag heb gebruikt was volgens mij mascara en die is 5 euro. Dus ja, dat is toch allemaal wel erg goed te doen. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!